Welkom op ons YouTube-kanaal van Autowereld. Ik ga je meenemen in deze volledig elektrische auto, de Mercedes-Benz EQA. Nou, vind je de video leuk? Geef ons dan een duimpje. Wil je er meer over weten? Klik dan eventjes op het link hieronder. Heel veel kijkplezier. Afgelopen najaar dook Tom Coronel in het hybride heden en de elektrische toekomst van Mercedes-Benz. En die toekomst raakt in een stroomversnelling. De eerste volledig elektrische modellen, die beginnen met de letters EQ, zijn er inmiddels. En vanaf nu komen er snel meer. Dit is het nieuwe instapmodel van hun wereld van elektrisch rijden. De extreem slimme EQA. Ja, hij is afgeleid van de GLA, hè? Dus je hebt datzelfde stoere, praktische SUV-achtige, maar dan wel met de kenmerken van natuurlijk de EQ-modellen. De zwarte geel, natuurlijk die lichtlijn. Je ziet hem zo helemaal doorlopen. Dan natuurlijk die blauwe accenten. Kijk, hier zien we het ook terugkomen. En ja, zoals aan de voorkant hebben ze ook volledig over de achterkant een gave lichtbalk gemaakt. En de techneuten hebben hem extreem aerodynamisch gemaakt. Hè? Dat zien we hier aan het bumperpakket. De speciale velgen die zitten hier er niet onder, hè? Want dit zijn de wintervelgen en banden. En aan de voorkant hebben ze hem ook ja, stoer en efficiënt gemaakt. En aan de onderkant zie je ook dat hij volledig vlak is. Want inderdaad, de gladder, de verder die komt. De eerste versies hebben een actieradius van 426 kilometer en een vermogen van 140 kilowatt of 190 pk. Maar er komen ook uitvoeringen met zelfs meer dan 500 kilometer actieradius en versies met vierwielaandrijving en meer dan 272 pk. Mercedes-Benz gelooft niet per se in grotere accu's om die actieradius te veranderen. Want ja, uiteraard wordt dan de auto wordt zwaarder als er meer accu's in zitten. Hij wordt duurder, hè, want als er meer accu's in zitten. Nee, zij zoeken het echt in de maximale efficiëntie, maar ook echt in alles. Alle onderdelen en alle elektronica. Ja, achter dit prachtige dashboard zit echt een supersonische snelle computer. Waar zelfs echt de NASA jaloers op is. Maar daar kom ik even later op terug. Nee, ik neem je eerst mee in de wereld van MBUX. Inderdaad, Mercedes-Benz User Experience. Hij is zelf ontwikkeld. Hij is razendsnel en zelflerend. En zo kun je dus echt alles bedienen in de auto. Ja, waar jij je eigenlijk prettig bij voelt. We kunnen natuurlijk swipen op het touchscreen. Ja, je kan hier de touchpad kan je gewoon gebruiken. Of zelfs met de cursor hier op het stuur. Maar het allergaafste vind ik deze via je stem. Hey Mercedes, navigeer mij naar het dichtstbijzijnde oplaadpunt. Ik bereken de route. Vet. Heel vet. De slimme computers werken samen met het navigatiesysteem. En dat zorgt voor iets dat Mercedes Electric Intelligence noemt. De auto stuurt je altijd via de snelste weg naar je bestemming. Maar houdt onderweg rekening met alles. Verkeersdrukte, bochten, heuvels, afstand tot voorliggers, beschikbare laadpunten en oplaadtijden en zelfs het weer. Als het lokale klimaat jou een betere actieradius geeft of beter past bij een korte stop bij de snellader, stuurt hij jou via die route. Alles voor een ontspannen rit en maximale efficiëntie. De auto is continu voor jou aan het denken. Wanneer geef ik je de energie? Of als hij weet dat er een kruispunt of rotonde aankomt, dan laat hij hem uitzeilen. Hè? Zonder dat je er iets van merkt. Of als je heuvel afgaat, hè? Dat hij energie weer genereert voor je. En dat doet hij allemaal zonder dat de snelheid verandert en zonder dat je aankomsttijd wijzigt. Slimme auto, hè? Ooit zul je moeten opladen. En bij een snellader van 100 kW gaat hij in 30 minuten van 10 naar 80% lading. Overigens vindt Mercedes het maar lastig dat het voor jou niet altijd duidelijk is of een laadpunt gebruik maakt van duurzame energie. Dus dat lossen ze voor je op door jouw stroom altijd te compenseren met groene stroom. Als je een brandstofmotor weghaalt, kunnen allemaal andere geluiden en trillingen heel storend zijn. Nou, Mercedes heeft natuurlijk een mega naam hoog te houden als het gaat om comfort en stilte. Het heeft dus ook 4 jaar geduurd om deze auto te ontwikkelen. Met 2 zomers en 2 winters in hun mega testcentrums in Zuid-Afrika en tests op de Noordpool, Mexico, Japan. Noem het allemaal maar op. Maar het resultaat is indrukwekkend. Hij is stil, hij is comfortabel en hyper efficiënt.
En hij mag wat trekken, in tegenstelling tot de meeste elektrische auto's. De auto van Tom mag 750 kilo hebben en de vierwielaangedreven versies mogen meer. De EQA staat binnenkort in de showroom en de auto, die meteen standaard al erg luxe is uitgerust, is er vanaf net geen 50.000 euro. Zoals gezegd gaan er nu snel meerdere volledige elektrische EQ-modellen komen, allemaal groter dan deze. Maar deze Benjamin heeft in ieder geval een goede indruk achtergelaten voor zijn familie. Ja, leuk dat je de hele video hebt afgekeken van onze EQA, de volledig elektrische Mercedes-Benz. Nou, vond je het nou heel erg leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een duimpje te geven. En natuurlijk een hele leuke comment is ook altijd welkom. Wil je er meer over weten? Klik dan even op het linkje hieronder. Inderdaad, dia. En natuurlijk niet vergeten te abonneren op ons kanaal. Dankjewel voor het kijken.